Meer dan 100.000 mensen verzamelden zich op de vliegbasis Twente toen de Koninklijke Luchtmacht daar weer haar jaarlijkse open dag hield. Dat wil zeggen dat men het publiek de gelegenheid bood om alle vliegtuigtypes waarover de luchtmacht beschikt van zeer nabij te bekijken. De jonge garde nam dat zeer nabij ook zeer letterlijk. Op deze nogal lawaaiige dag werd onder andere de nieuwste aanwinst van de luchtmacht, de F-16, voorgevlogen. Deze in Amerika ontworpen jager wordt bij Fokker geassembleerd. Voor zover het althans de bestelde machines voor Nederland en Noorwegen betreft. Ons land krijgt er 102 en naar de Nooren gaan er 72. De Nederlandse vliegtuigindustrie en een aantal andere bedrijven zullen in de komende jaren veel werk hebben aan de afbouw van deze machines. Zo worden de onderstellen en de neuswielen door DAF gemaakt. De F-16, die naar zijn prijs wel de F-16 miljoen zou kunnen heten, moet de verouderde Starfighter in de komende jaren vervangen. Tussen twee haakjes, Fokker bouwt in totaal 584 rompstukken. De F-16 werd behalve door Noorwegen en ons land ook gelijktijdig besteld door België, Denemarken en de Verenigde Staten. Men sprak al gauw van de orde van de eeuw. De uiterst moderne en zeer geheime navigatie- en opsporingsmiddelen worden na de installatie met behulp van optische richtapparatuur gecontroleerd. De machine beschikt over een ingebouwd ronddraaiend snelvuurkanon van 20 mm met 6 lopen, maar kan daarnaast een grote verscheidenheid aan andere wapens, waaronder geleide projectielen, meenemen. Onder de romp bevindt zich de luchtinlaat die de F-16 het uiterlijk van een haai geeft. De lucht wordt aangezogen en samengeperst in de motor. Zo ontstaat het mengsel van kerosine en lucht dat in de motor verbrandt en de stuwkracht levert. De motor, die in licentie in België wordt gebouwd, geeft het vliegtuig een snelheid van 2400 km per uur, tweemaal die van het geluid. Er wordt een aantal tweezitters gebouwd, bedoeld zowel voor de training van piloten als voor bijzondere opdrachten. Tot de ontsnappingsmiddelen behoort uiteraard een schietstoel met een parachute die aan de stoel is bevestigd. Dit jaar zal Fokker in totaal 12 machines afleveren voor Nederland. Over de vliegeigenschappen van de F-16 kon men zich verbazen tijdens de open dag op de vliegbasis Twente. De stuwkracht wordt mede bevorderd door de zogenaamde naverbrander. De zeer wendbare F-16 is een van de weinige vliegtuigen ter wereld die zelfs in een loodrechte stijgvlucht de snelheid nog kan vergroten. Tijdens de vliegshow kwam een Fokker Friendship van de luchtmacht demonstreren hoe makkelijk hij op één motor kan vliegen. Uitermate boeiend was het optreden van de helikopters van het type Alouette, die even gemakkelijk achteruit vliegen als vooruit. Naast het voorvliegen van de F-16 was de carrousel van 4 van deze helikopters een hoogtepunt. Als grote libellen voerden ze een soort rondedans uit. Perfect van timing. Een fraai voorbeeld van vliegvaardigheid.